heb een atelier net iets buiten Utrecht in Houten, in een oude sauna. Omdat er in Utrecht weinig, er is weinig ruimte voor kunst. En waar heeft u uw opleiding gehad? Ik heb de Nieuwe Academie Utrecht gedaan, 2 jaar geleden afgestudeerd. En daarvoor heb ik de Fotoacademie gedaan. Die had ik niet afgemaakt, omdat ik veel meer autonoom eigenlijk aan het werk sloeg. Wat vindt u om hier te exposeren in dat kleine torentje? Ja, fantastisch, want je staat gewoon midden in de stad. Dus daar komen ook allemaal mensen voorbij die kijken van wat ben je nu aan het doen. De buschauffeur kwam langs, die reed elke dag met de bus langs en die kwam op een gegeven moment langslopen. En die zei, ik rij langs, maar wat ben je nou de hele tijd aan het doen? Nou, maar dat vind ik fantastisch, want dan heb je met gewoon iedereen een gesprek over... dat ik met bouwmateriaal en foto's en rechthoeken is een ding, rechthoeken en lijnen. Maar eigenlijk zijn raamkozijnen is ook een rechthoek. Dat ik dat aan het maken ben, een compositie daarvan aan het maken ben. Van Kees Heemskerk die wees mij op de oude watertoren, de stoftoren, zo werd hij genoemd, van Ten Kate, denk ik. Die heb ik gefotografeerd van allerlei kanten, van dichtbij, van veraf. En ik wilde thuis al dingen voorbereiden. Dus ik ben gaan figuurzagen in die foto's. En ik heb materiaal hier vandaan waarmee ik de foto's dan weer stut. Dus daar maak ik eigenlijk een kleine installatie met het materiaal. Dus er, toevallig werd er vlakbij het station... een stuk van de oude fabriek nog afgebroken, waar volgens mij de directie zat met de kluis, begreep ik. En daar heb ik ook nog mooie betonstukken met staal eruit mogen kreeg ik. En een muurtje, een bakstenen muurtje. Nou ja, dus dat materiaal verwerk ik, want dan gaat mijn werk over de locatie.